Sony heeft woensdagavond de PlayStation 5 gepresenteerd. De gameconsole komt in november op de markt en wordt de opvolger van de PlayStation 4 uiteraard. Gamejournalist Erik Nusselder die heeft de presentatie gevolgd. Erik staat hier naast mij. Ja, Erik, het is een beetje een futuristisch oogend apparaat. Ja, ik vind hem er echt niet uitzien, eerlijk gezegd. Ik vind het echt een soort wifi-router. Dat zwart in het midden, zo'n witte band eromheen. Hier zien we de wat uitgebreidere beelden. Ja. Hij past gewoon een beetje in een moderne... Nou, hij past in geen enkel huishouden. Nee? Hij past in geen enkel huishouden. Dit. Jan de Boefrie-achtige huishoudens niet. Nee, waar lekker veel wit en zwart. Ik zet hem in een tv-kastje met het deurtje dicht. Ja. Het gaat uiteraard niet om het apparaat, maar het gaat om de spellen. Er zijn een paar gepresenteerd, Spider-Man en Final Fantasy. Ja, die games zien er eigenlijk al ontzettend prachtig uit. Ja, ja, ze zien er al mooi uit. Grafisch. Ja. En ja, nu komen we in de fase. Wat voegt elke extra processor, snelheid, kracht inmiddels toe? Ja, wat kan je nog eigenlijk? Ja. Wat kan je nog verbeteren? Nou, ze hebben bijvoorbeeld inderdaad een nieuwe Spider-Man game laten zien. 2 jaar geleden is daar al een spel van uitgekomen. Die was super populair. En ze laten het nu zien en je denkt, wat is er nou eigenlijk mooier aan? Nou ja, je ziet het hier. Het zit vaak in kleine dingen. Je ziet het bijvoorbeeld aan de belichting. De reflectie van de lampen in bijvoorbeeld een plas water op de grond. Ja. Je ziet het ook in heel veel effecten, dat soort dingen. Maar zijn dat soort details die het hem doen inmiddels? Ja, je moet wel echt goed gaan kijken. Maar waar deze consoles vooral zich op gaan concentreren is snelheid. Ja. Ze hebben een hele snelle harde schijf, een SSD heet dat, die je supersnel content in kan laden. Waardoor je eigenlijk nooit meer tegen een laadscherm aan hoeft te kijken. Nee, maar ook dat is wel weer ook afhankelijk van je verbinding. Je kan een hele snelle processor hebben die alles naar binnen trekt. Maar je verbinding moet ook optimaal zijn, toch? Qua internet bedoel je? Ja, qua internet. Nou ja, als je gewoon die game op je PlayStation hebt geïnstalleerd, dan heeft internet er verder niks mee te maken. Nee, dus, maar voor online gamen dan, dat soort dingen? Ja, voor online gamen wel. Ja. Maar daar ben je er altijd van afhankelijk. Maar het inladen van een spel, van een nieuw level, van een volgende missie, dat gaat zo snel. Oh, dat. Ik had altijd gewoon mijn telefoon naast me op de bank van, dan heb je weer een laadscherm, even kijken of er nog wat op Twitter gebeurt. Maar dat kan nu eigenlijk niet meer. Ik moet drastisch terugschroeven op Twitter gebruiken. Je ziet het balkje echt zo... gaan. Ja, nou, er is misschien niet eens een balkje. Het is gewoon club, je bent er. Ja. Ja. En dat zijn dan dus echt de grotere verschillen. Het gaat gewoon sneller. Het gaat sneller. Ander iets waar Sony heel erg over praat is het geluid. 3D-audio noemen ze het. Dat je echt van alle verschillende kanten hoort waar iemand is. Ook boven en onder. Ja, als er een helikopter over je heen vliegt, dat je dat dan goed hoort. Maar dat werkt natuurlijk vooral als je zo'n koptelefoon op hebt. En iets anders waar ze het over hebben is de controller. Die moet nog realistischer aanvoelen. Ja. Die kan op een super geavanceerde manier trillen. Bijvoorbeeld als je een boog aanspant. Dat laatste stukje, dat wordt dan ook echt moeilijker om die knop in te duwen. Aha. Dat echt dat touw natuurlijk strak staat. Of bijvoorbeeld als je aan het schieten bent met een geweer en hij loopt vast. Dan loopt die trigger, die knop waar je op moet drukken, die krijg je dan ook echt niet ingedrukt. Dat is wel heel vet. Dus dat is wel weer grappig. Dat zijn allemaal grappige nieuwe elementen waar je het in moet zoeken. Je hebt 2 varianten, €500 en €400. Ja, klopt. Wat is dan het verschil, opslagcapaciteit? De PlayStation 5, de gewone versie is inderdaad €500. En voor €100 minder krijg je er een die precies hetzelfde is. Maar dan zonder disk drive. Dus je kan er geen schijfjes in doen. Aha. We gaan naar het diskdrijfloze tijdperk, wat met de laptop al een beetje gemeengoed aan het worden is. Ja, ja. Dus... Maar er zijn nog steeds mensen die willen natuurlijk zoiets lekker cadeau krijgen. Ja, precies. In de winkel kopen. Nou ja, dat soort dingen kan je dan dus niet meer. Dus eigenlijk Sony wil heel graag dat jij alleen digitaal gaat spelen. Dus dat je inderdaad voor €100 goedkoper zo'n eentje zonder diskdrive koopt. Maar dan zit je dus ook vast in hun ecosysteem. Je kan dan alleen nog maar spellen kopen op de PlayStation Store van hen zelf. Ja. Dus je kan niet meer naar de gamewinkel gaan of op Marktplaats iets kopen, tweedehands voor goedkoper. Of ergens een dealtje scoren op een webwinkel of zo. Dat kan allemaal niet meer. Ja, en als je een wat oudere gamer bent, zoals ik, dan heb je gewoon je creditcard. Maar ben je 15, 16, je hebt nog geen creditcard, dan je moet overal toestemming vragen aan je ouders. Ja, Ideal kan ook en zo. Maar... Ja, maar dan is zo'n schijfje misschien nog wel verleidelijker als je wat jonger bent. Ja, je kan het cadeau vragen voor kerst en zo. Dus ik ben heel erg van dat fysieke ook hebben. Dat ik het aan een vriend kan uitlenen en zo. Maar er zijn heel veel mensen die ik ook hoor die zeggen, ik ben al heel lang niet meer in een gamewinkel geweest. Ik koop nooit meer iets fysiek. Ik koop het altijd in de aanbieding in die PlayStation Store. Het is allemaal zo makkelijk dan. Ja, het is allemaal zo makkelijk. Je hoeft nooit op te staan om van schijfje te wisselen. Dus voor hen is dit wel ideaal dat het gewoon €100 goedkoper is. Ja, 19 november komt hij op de markt in Europa. Ja. Eerste vraag daarover, zijn er genoeg? Want daar hebben we het hier een paar keer over gehad. Hebben de fabrieken er genoeg uit kunnen spugen? Nou, ze hebben gezegd, er zijn er meer dan toen de PlayStation 4 uitkwam. Ja. Dus er zijn er veel.
Maar als je vandaag gingen echt de vooruitbestellingen gingen live. Bijvoorbeeld bol.com was de eerste vanochtend. Binnen 25 minuten waren die allemaal uitverkocht. Aha. Ze hadden er echt duizenden. Dus als je daar niet snel bij was, dan was het meteen weg. Er zijn er nog een paar die op het moment dat wij dit opnemen, moeten die nog live gaan. Maar ik verwacht dat die ook razendsnel zijn uitverkocht. Dus er zijn er heel veel, maar de vraag is ook heel groot. Ja, Iedereen wil dit ding kopen, lijkt het wel. FIFA, nou, dat is natuurlijk een van de grootste titels van de consolemarkt. Die is al, die komt eerder uit. Maar ja. die is dan eigenlijk nog voor de PlayStation 4, zeg maar. Ja, nou, er komen heel veel nog. Er komen altijd games uit. Er komen heel veel games uit. FIFA, ja, Call of Duty ook natuurlijk en zo. Die koop je dan, die speel je op de PlayStation 4. Dan denk je misschien, nou, ik ga zo meteen een PlayStation 5 halen. Dus dat is een beetje zonde. Maar de meeste games, tenminste alle games, kun je gewoon op de PlayStation 5 ook spelen. Gewoon zoals je hem op je PlayStation 4 zou spelen. Backwards compatible heet dat. Zo heet dat, hè? Dus, je kan het nog met de oude games weer vooruit spelen. Tot hoever terug kan dat eigenlijk? Tot de PlayStation 2, 3 nog? Nee. Bij de PlayStation is het echt alleen de PlayStation 4. Okay. Xbox, de tegenhanger van Microsoft, die gaat wel echt verder terug. Die gaat helemaal naar de allereerste Xbox toe. Ja, ja. Dat hebben ze heel goed gedaan. Maar voor PlayStation is het al een hele stap dat ze dit doen. Dat alle PlayStation 4 games beschikbaar zijn. Nou ja, sommige games krijgen ook een upgrade. Dat ze echt mooier zijn op een PlayStation 5. Soms moet je dan een beetje extra betalen om het te kunnen upgraden. Dat je dan de mooiste versie hebt. Sommige uitgevers doen dat ook gratis. Maar het is per game verschillend. Je had het net al over de Xbox. Ja. Hoe heet die nieuwe ook weer? Wanneer gaat die komen, de grote concurrent? Ja, de Xbox heeft een hele verwarrende naamgeving. Het is de Xbox Series. Ze hebben een Xbox Series X en een Xbox Series S. X is dan de duurste. Die is ook €500, net als de PlayStation. De hardware is vergelijkbaar. Hij is iets krachtiger dan een PlayStation, maar... Als je gewoon de meeste games ziet, ga je het verschil waarschijnlijk niet heel erg merken. Is daar ook nog een verschil in wel of geen schijfje? Ja, ze hebben dus ook nog een Xbox Series S. Ja. Dat is degene zonder schijfje. En die is €300. Dus die is wel echt flink goedkoop. En dat is ook echt een goede deal, vind ik. Maar die is dan ook wel minder krachtig dan de rest. En die is eigenlijk vooral bedoeld voor mensen die nog geen 4K-tv hebben. Ja. Die gewoon op een 1080p, op een lagere resolutie spelen. Want dat kan die console prima aan. Maar ja, als je echt in 4K op z'n allermooiste wil spelen, moet je wel die duurdere kopen. Ja. Maar ja, voor €300, het is wel echt een zieke deal. Dat is redelijk, een redelijk bedrag. Waar de gamefabrikanten naartoe willen, is dat we met abonnementen gaan werken. Hè? Ja. Een Game Pass. Xbox heeft dat. Ja. En Sony gaat er ook steeds meer naartoe, of dat is al zo? Help me even. Nou ja, PlayStation die heeft ook zo'n soort dienst. Ja, Game Pass, wat jij noemt, het is een soort Netflix voor games, wat Microsoft heeft. Daar sluit je een abonnement op af, je ziet het hier. En dan heb je daar meer dan 100 games op. En alle games die van hen zelf zijn, die ze zelf hebben gemaakt, die komen daar meteen op zodra ze uitkomen. Dus dat is best wel een groot aspect daarvan. Is het populair? Dat is best wel populair. Zeker voor mensen die Xbox spelen. En het is ook op PC beschikbaar. Dus dat is wel echt populair. En daar zit ook nog bij dat je het ook nog kan streamen. Dus je kan het gewoon op je telefoon. Daar klik je dan een controller aan vast. Of op je tablet. Het moet wel Android zijn, want Apple die werkt niet mee. Maar, en dan kan je dat gewoon via internet, kun je al die games streamen en verder gaan waar je gebleven was. Overal waar je maar bent, dat is ook wel heel handig. Op je werk stiekem verder gaan. Ja, Sony heeft ook een soort abonnementsdienst, PlayStation Now heet dat, maar het is iets uitgekleder. Het heeft niet alle allernieuwste games er meteen in, daar moet je dan weer op wachten of het er überhaupt komt. Hoe komt dat? Zien zij dat gewoon nog niet helemaal zo zitten? Of? Nee, en ze staan gewoon heel erg ver voor op Xbox. Er zijn veel meer PlayStation 4's verkocht dan Xbox One's. Ja. Ze kunnen het zich ook veroorloven om hun games gewoon voor het volle bedrag in de winkel te leggen. Want ze weten toch dat mensen het wel kopen. Precies, want je moet het apparaat hebben. Want dan kun je er ook op spelen. Je had net al iets gezegd over de voorbestellingen. Nog heel even over die Xbox. Wanneer komt die nou op de markt? De Xbox die komt op 10 november in Nederland. Ja. De PlayStation 5 die komt op 19 november. En een week eerder in Amerika en Canada, geloof ik. Ja, en wat is jouw verwachting? Dat die voorsprong van Sony, je zei het net al, die gaat gewoon blijven. Is die überhaupt nog wel in te halen? Nou, het is zo groot. Als je nu ziet met die voorbestellingen vandaag hoe hard dat gaat, het is echt niet normaal. Ik kom bij mijn lokale gamewinkel en daar heb ik allebei de consoles besteld. En voor de PlayStation 5 is het dan de vraag van, oh, daar zijn zoveel mensen die hem willen hebben. En voor de Xbox zijn ze blij dat iemand hem komt kopen, zeg maar. Ja, dat is misschien overdreven, maar daar komt het wel op neer. En ze staan zo ver voor en het komt ook door al die games die ze hebben. Spider-Man, je noemt Final Fantasy 16. Dat is een hele grote Japanse RPG die alleen maar op de PlayStation straks speelbaar is. Dat is dat soort games, daar doe je het voor.
Ja, er komt dus, het wordt een spannend najaar voor de game-industrie. Zeker. Helemaal naar die coronaperiode. Nou, Erik, jij blijft het altijd voor ons op de voet volgen. En we gaan zien hoe de concurrentiestrijd verloopt. Oké. Dankjewel. Geen dank.